Goedenavond, dit is het nieuws van TV Slingeland. Afgelopen dinsdag hebben bestuurders van de stad Bocholt, de gemeente Winterswijk en de vereniging Volksfeest 125 tulpenbollen rondom de Amalialinde aan de Stationsstraat geplant. De stad Bocholt heeft de tulpenbollen tijdens het bloemencorso op 30 augustus jongstleden geschonken aan de vereniging Volksfeest Winterswijk ter gelegenheid van hun 125-jarig jubileum. En wel in de eigen kleuren van Bocholt, namelijk groen en wit. De bloembollen symboliseren de verbinding tussen Nederland en Duitsland. Tijdens de komende feestdagen zijn de openingstijden van het gemeentekantoor gewijzigd. Zo is het gemeentekantoor op donderdag 5 december, maandag 24 december en Oudejaarsdag geopend tot 4 uur. Eerste en tweede kerstdag en nieuwjaarsdag is het gesloten. En op vrijdag 27 december is de afdeling burgerzaken geopend van 9 tot half 11. Men kan dan alleen terecht voor aangifte van geboorte en overlijden. Voor informatie www.winterswijk.nl of telefoonnummer 543 543. De bouw van het schoolgebouw op de Pelkwijk kan van start gaan. De Stichting Openbaar Onderwijs Winterswijk en de Accent Scholengroep hebben een bouwopdracht ondertekend. In dit nieuwe gebouw worden de openbare basisschool De Kolibri en de Prins Willem-Alexander School gehuisvest. Naast onderwijskundige ruimte wordt ook een multifunctionele ruimte gebouwd voor bewegingsonderwijs en een oefenruimte voor muziekvereniging Excelsior. Het is de bedoeling dat het eind 2014 wordt opgeleverd en vanaf 2015 in gebruik kan worden genomen. Steeds meer kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. De landelijke stichting Leergeld wil hier iets aan doen. Woensdag 20 november is in Winterswijk de stichtingsakte gepasseerd van de stichting Leergeld Oost-Achterhoek. Het ligt in de bedoeling om de werkzaamheden in Winterswijk te starten, maar deze in de komende maanden uit te breiden naar omringende gemeenten. De doelgroep bestaat uit kinderen van 4 tot 8 jaar, van gezinnen waarbij de ouders tot 120% van het minimuminkomen hebben te besteden. De financiële hulp vindt snel en in stilte plaats. Meer dan 55.000 kinderen in Nederland hebben hier al gebruik van kunnen maken. Te denken valt bijvoorbeeld aan financiële middelen voor een lidmaatschap van een sport- of muziekvereniging. De komende maanden worden vrijwilligers geworven. De verwachting is dat medio 2014 de eerste kinderen kunnen worden geholpen. De stichting werkt nauw samen met de sociale dienst Oost-Achterhoek. Voor informatie h.b.meulenkamp@gmail.com. Op donderdag 12 december vindt in de recreatieruimte Sleeswijk aan de Sleeswijkstraat 63 van 2:30 tot 3:30 een inloopbijeenkomst plaats voor mantelzorgers. Het is dan mogelijk elkaar als mantelzorger te ontmoeten en om in gesprek te gaan met de mantelzorgconsulent. Voor informatie en hulp bij mantelzorg kan men terecht bij de post aan de Balinkesstraat 4. Iedere vrijdagmorgen van 9 tot 10:30 is een mantelzorgconsulent aanwezig. Een afspraak maken is niet nodig. Alleen op vrijdag 27 december is de consulent niet aanwezig. Voor meer informatie www.withulpbijmantelzorg.nl. U kunt op werkdagen van 9 tot 3 uur bellen met WIT via telefoonnummer 0544 820000. De afsluitende werkgeversavond van de actie Zonder U Geen Resultaat was een groot succes. Er waren boeiende presentaties en er werden prijzen aan bedrijven uitgereikt die de afgelopen periode de meeste plaatsingen voor hun rekening hadden genomen. Tijdens de actieperiode van de campagne van juli tot en met oktober 2013 zijn er door de medewerkers van het team Marktbewerking 150 bedrijfsbezoeken afgelegd. Er zijn 72 werkzoekenden geplaatst op vacatures en 63 werkzoekenden zijn gestart op leerwerkplekken. Op
woensdag 20 november is de statenfractie van D66 Gelderland met 10 personen op bezoek geweest in Winterswijk. Naast een kennismaking met de kandidaat raadsleden en lijstduwers van D66 hebben ze verschillende projecten gezien en bezocht in het teken van duurzaamheid en grensoverschrijdend ondernemen. Zo was er een presentatie over het Winterswijks cultuurlandschap dat landelijk een voorbeeldfunctie heeft. En er werd een wandeling gemaakt door het dorp met een stop op de beste warenmarkt van Nederland. Vervolgens ging het gezelschap via het Mondriaanhuis naar de steengroeven. Afgelopen vrijdag zijn de nieuwe plannen gelanceerd voor het plan Roetendaal Plus in Meddo. Het gaat om een flexibel, betaalbaar en duurzaam plan. Zo zijn er referentiewoningen voor starters, doorgroeiers en senioren die samen met de toekomstige bewoners op maat kunnen worden gemaakt. Ook de grootte en de ligging van de kavels kunnen in overleg worden bepaald. Tevens is het mogelijk om individueel of samen met een groep zelf een architect in te schakelen. Verder is uitleg gegeven over de duokoopregeling, waarbij wel een woning wordt gekocht, maar niet de grond. Hierdoor kan aanzienlijk op de maandlasten worden bespaard. Voor meer informatie www.roetendaalplus.nl. De oudere bonden, namelijk de PCOB, Wenters Plus, KBO en AMBO, houden op 20 februari 2014 smiddags op een centrale locatie een lijsttrekkersdebat. De meeste partijen hebben nu al toegezegd hieraan mee te werken. Speerpunten zijn daarbij samenleven voor jong en oud, seniorvriendelijk en veilig wonen, gedeelde verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn, voldoende inkomen voor ouderen en actief deelnemen in oudere gezondheidszorg. De Stichting Welzijn Winterswijk start met ontmoetingsavonden voor alleenstaande 55-plussers. Tijdens deze middagen staat het samen zijn met lotgenoten centraal. De eerste middag is op 13 december van 2 tot 4 bij het parochiecentrum aan de Misterstraat 18. Voor informatie telefoon 54 60 70 of theotetelepta@swwbv.nl. De gemeentebesturen in de Achterhoek hebben ingestemd met het zogenaamde Achterhoekakkoord, waarbij verschillende partijen afspraken hebben gemaakt over de levering van hulp bij het huishouden. De organisaties TSN Thuiszorg en Zorgkompas nemen de levering van de hulp over, evenals de personeelsleden van Sensire. In een groot aantal gevallen kunnen de huidige hulpen hun werk bij dezelfde cliënten voortzetten. De Lions Award en het bijbehorende bedrag van 1000 euro van de Lions Club Groenlo is dit jaar toegekend aan de Voedselbank Oost-Achterhoek. Deze voedselbank is actief in de gemeenten Winterswijk, Aalten-Dinxperlo, Oost-Gelre, Berkeland en Oude IJsselstreek. En dit was het nieuws van TV Slingeland. Ik wens u nog een prettige avond.